Tientallen schepen worden jaarlijks van Nederlandse werven te water gelaten. Tankers, kustvaarders, vracht- en passagiersschepen die hun leven slijten in het vervoer op de wereldzeeën. Aan het eind van zo'n leven op zee, na zijn laatste reis, keert het schip terug naar een werf, die van de scheepsloper. Eenmaal voor de wal wordt de scheepstelegraaf voorgoed op stop gezet. En dat is het teken voor de slopers om op volle kracht aan het werk te gaan. Branders snijden het schip in stukken. Kopers halen wat van hun gading is uit de overgebleven inventaris. En schippers zoeken tussen motoren en onderdelen naar een koopje. De trotse naam die het schip bij de doop kreeg, wordt weggesloopt. Het is nu niet meer dan een stuk plaatijzer met de schrootwaarde van het ogenblik. Zo vallen in ons land, met name in het slopercentrum Hendrik Ido Ambacht, statige zeereuzen onder de guillotine. De stukken en brokken van het afgetakelde schip gaan als schroot naar de hoogovens en staalfabrieken. Grote elektromagneten hijsen het uit de lichters en laten het vallen in de zware armen van rijdende laadkranen. In de ovens worden de overblijfselen van het vroegere schip gevoegd bij het vloeibare ruwijzer. Enige uren later kan de oven worden afgetapt. Witgloeiend stroomt het vloeibare staal in de reusachtige staalpannen. Het staal wordt tot blokken gegoten die in de walserij eerst tot plakken en vervolgens tot dikke platen worden uitgewalst. Zodra de platen tot de vereiste dikte zijn uitgewalst en afgekoeld, gaan ze naar het magazijn waar ze met krijt worden genummerd. Vele van deze stalen platen vinden hun weg naar de scheepswerven. Op de sloperij was het de brander. Hier is het de lasser die de scheepsplaat onder handen neemt. En dan volgt weer een feestelijke dag. De kring is gesloten. Een nieuw schip glijdt van stapel. Eén van de tientallen die jaarlijks van Nederlandse werven te water worden gelaten.